dat je kijkt naar deel 2 van de Hiswat Water Special van Watersport TV. We gaan snel beginnen. Als je het over blikvangers hebt, dan is het deze wel. De Frion Contessa 50 OC. Prachtig en opvallend schip. En hij is helemaal altijd klaar. Gelukkig wel. We hebben samen met ons team hebben er hard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Een race tegen de klok. Absoluut een race tegen de klok. En is dit nu de grootste in de range van Contessa? Dit is de grootste van deze OC en de AC variant. Het vlaggenschip. Absoluut het vlaggenschip van het bedrijf. Met een super trots op. Ja. Wat zijn nou de kenmerken van dit nieuwe model? Ja, het nieuwe model dat kenmerkt zich in een open kuip variant. Hoge gangboorden en dat is in een open kuip is dat uniek, waardoor je enorm veel meer binnenruimte krijgt. Okay. En een hele grote glaspartij, zodat je veel zicht hebt naar buiten. Binnen zul je zien heel veel luxe materiaalgebruik. Dus de klant heeft echt iets speciaals neergezet samen met ons. 100% custom build. En om dat samen met de klant te mogen doen, dat is iets waar je het voor doet. We zijn sowieso op social media zijn heel actief. We merken dat daar gewoon een hele grote klantenkring ook aanwezig is. En daar zijn we dan ook volop mee bezig. Ja. Volop in ontwikkeling. En hoe vertaalt zich dat naar een beurs als dit? Nou ja, we merken dat heel veel klanten komen en ook zeggen, goh, we hebben deze boot al gezien. We hebben al gezien dat jullie erin zijn gevaren. Dus die volgen ook echt de tour hier naartoe. Ja. Vanaf de bouw totdat hij hier ligt. Nou zie ik vanaf hier al dat jullie een heel mooi open dak hebben. Zijn er nog ontwikkelingen gaande die deze Contessa 50 OC nog een extra invulling gaan geven? Ja, we hebben nu een cabrio in bouw zelfs. Die hebben wij vorig jaar ontwikkeld, dus uitgeëngineerd. En die is nu daadwerkelijk in bouw, dus ook verkocht. Okay. Dus ik hoop volgend jaar misschien wel met zo'n boot hier te kunnen liggen. Voor de kijkers van Watersport TV is Crafter geen onbekende naam. Eerder kon je bij ons de vaarimpressies zien van de e-cruiser 600 Plus en de e-cruiser 800 Plus. En nu gaan we kijken hier op de Hiswatte Water naar de nieuwe e-cruiser 680 Plus. We zitten hier naast de 600. Ja. Is dit nou de XL versie van de 600? Ja, je kan het een beetje zo zien. Toch heeft hij ook heel veel knipoogjes met de 8 meter, waaronder de breedte van de boot. Maar het eerste idee achter de boot was om toch wel echt de uitgerekte versie van de 6 meter te creëren. Ja, mooi, dat is goed gelukt. Ja, zeker. We zijn er blij mee. Je merkt ook gewoon het enthousiasme van de mensen dat er een soort van medium versie nu bijgekomen is. We hebben er al een aantal verkocht en we merken gewoon dat er de vraag naar 1 maat groter toch echt aanwezig is. Daarnaast hebben we bij dit model ook door de extra breedte hebben we ook 2 extra dingen kunnen toevoegen. Waaronder het vast toilet hieronder en de coolbox unit voor de stuurconsole. Dat zijn 2 dingen die we in de 680 hebben toegepast. Die overigens ook in allebei de modellen, de 600 en de 800, ook toegepast kunnen worden. Dus de uitstraling van de boot is heel robuust. Betekent dat ook dat daar nog een voordeel zit in onderhoud? Ja, nee, zeker. Dat is wel echt iets wat het kenmerkende is van onze e-cruiser modellen. Het onderhoudsarme. We hebben het voorheen onderhoudsvrij genoemd, daar moet je mee oppassen. Het is echt onderhoudsarm. En dat is het ook echt. De boten zijn winterproof, ze kunnen in de winter buiten blijven liggen. Aluminium casco, de zelflozende kuip. En alle materialen zijn ook zo onderhoudsarm mogelijk. Bijvoorbeeld het onderhoudsarme flexitiek, de elektromotor. Die ook geen jaarlijks beurtje nodig heeft. Dat zijn eigenlijk wel de aspecten die de boot echt onderhoudsarm maken. Ik zie hier mooie verschillen in stoffen, kussens en dergelijke. Betekent dat ook dat de klanten in hun keuze dat ook helemaal zelf kunnen samenstellen? Ja, je merkt echt, we hebben heel veel kleurkeuzes. De coating kan in elke rolkleur gekozen worden. De kussenset, de kleur van de teak. Soms denk ik wel eens, we bieden te veel keuze aan de klant, maar toch vinden ze het leuk om toch een hele eigen draai aan te geven. Want je kan echt met een kleurwijziging een compleet andere boot krijgen. Daarnaast hebben we op onze website een configurator. Voor elk model kun je nu een beetje een idee krijgen van, oké, hoe ziet het er in deze kleur uit en met deze kussenset. Dus dat is op die manier ook wel leuk om voor een klant een beetje te spelen met van hoe de uiteindelijke uitvoering gaat worden. Ja. Maar we vinden het ook weer heel leuk om ze bij ons in de showroom uit te nodigen om uiteindelijk de uiteindelijke configuratie met echte stalen erbij, dat je dan dat kan laten zien en bij elkaar in het licht kan houden en op die manier de perfecte combinatie krijgt. Het
dus niet verwonderlijk dat Honda Marine met BF350 de prestigieuze Red Dot Design Award 2024 heeft gewonnen. Want kijk zelf, dit is toch een prachtig stuk design. Hij is opvallend, slank en elegant. Eigenlijk waar we hier naar zijn te kijken is de nieuwe V8 van Honda. Het is een motor zonder compressor. Dus ze noemen dat atmosferisch, ongeblazen. Qua vorm is het iets wat eigenlijk al, ja, wat je niet veel ziet op, nee, op een beurs. Dus daar zijn we heel erg trots op. Qua lijnenspel is het goed. Eigenlijk het belangrijkste is wat er onder de kap zit. Ja. En dit is eigenlijk op dit moment de meest efficiënte motor, denk ik, die er op dit moment op de markt te komen. Ongelooflijk. Zoals je weet, we gingen eigenlijk maar tot 250 pk. Alleen de markt, zeker in de Italiaanse markt, de Amerikaanse markt, is het steeds groter en meer. En de boten worden groter. En langzamerhand zie je gewoon dat van inboard wordt overgegaan naar outboard. En voor een aantal boten heb je gewoon zoveel vermogen nodig. Wat de reden is dat ze dit nu hebben gebouwd. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk van 250 gewoon 100 pk meer erbij. Ja. En dat is ook echt 100 pk? Wij rekenen op de propelleras. En volgens de normale specs, met gewoon de normale brandstof, we adviseren E5, maar zelfs met normale brandstof E10 geeft die minimaal 350 pk op de propelleras. Ja. Met een brandstofverbruik wat goed onder controle is. We hebben daar nu de templates van. We hebben hem al geïntroduceerd in september vorig jaar. En het valt echt onwijs mee. Tuurlijk, vol gas zijn het wel 8 jongens aan de bar. Die hebben al de dorst. Maar als je daar een beetje je gas terughaalt, dan merk je meteen een enorme reductie in het benzineverbruik. En is het eigenlijk een hele zuinige motor. Ja, ja, Willem, hij ziet er natuurlijk fantastisch mooi uit in de bekende Honda kleuren. Zijn daar nog opties in bijgekomen ook? Ja, je kunt als klant zonder meerprijs kiezen voor een witte motor of de kleur zilvergrijs. De achterkant blijft altijd wel in het zwart. Ja. Maar het gaat om de grote kap boven, de zijkappen. En die zijn op dit moment in 2 kleuren ruim beschikbaar. Ja. Ik vind het leuk als ik hem even start. Dat loopt mooi, hè? Dat is een zonnetje. Je hoort hem bijna niet. Nee. Weet je zeker dat je hem gestart hebt? Varen wordt steeds leuker als je weet wat je doet. En als je weet wat je doet, geeft dat ook veel meer vaarplezier. Nee, dat is precies wat het is. Want op het moment dat je met een cursus gewoon goed onderricht gehad hebt en snapt wat er gebeurt op het water, of dat nou regels of om manoeuvreren of om nog andere dingen gaan, zit je gewoon comfortabeler in je boot en dan heb je veel meer plezier. Die cursussen, maar daar komen we zo even op terug. Want jij bent bekend van Vaarplezier, de serie. Ja, nou dat hebben we natuurlijk met Watersport TV een aantal jaren geleden opgezet. Wat we doen met Vaarplezier, de serie, is korte filmpjes, 3, 4, soms 5 minuten over een specifiek onderwerp. En daar hebben we er inmiddels 50 van opgenomen. En vorig jaar hebben we onszelf een award mogen geven dat dat 1 miljoen keer bekeken is bij elkaar. En ik denk dat het past bij wat wij met onze cursussen doen. Helder, duidelijk, begrijpelijk uitleggen wat er nou precies gebeurt. Zodat je het daarna zelf kunt toepassen. Ja. Om een of andere reden worden mensen in het voorjaar pas weer wakker. En gaan ze dan eens, oh ja, ik moet nog vaarbewijs halen. Dus daarom hebben we nu ook een winterprogramma gemaakt. Dat we eerst tegen mensen gaan zeggen, er zijn zoveel leuke cursussen die je juist in de winter kan doen. Dat als de zon gaat schijnen, dat je weer gewoon op je boot kan gaan zitten. Amsterdam bestaat volgend jaar 750 jaar. En om dat een beetje mee te vieren met ze, gaan we een recordpoging doen om met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd de theoriedag van de cursus Klein Vaarbewijs te doen. En dan met 750 mensen tegelijkertijd is de doelstelling. En dat is dan de theoriedag, want onze cursus is dan altijd ook nog theorie op de boot erachteraan. Dus dat gaan we dan met 5 boten, 5 dagen in de week, allemaal kleine groepjes gaan mensen dus echt de hele cursus doen. Maar het is dus wel een recordpoging waarmee we, nou ik denk ook wel landelijk nieuws zouden moeten kunnen halen. Ja. Lijkt mij een uitstekend moment om de kijkers van Watersport TV op te roepen. Om, als je nog niet je vaarbewijs hebt, is deze winter het moment om aan die recordpoging mee te doen. En het volgende seizoen gewoon met heel veel vaarplezier te gaan beginnen. In jachthavens, varend en ook voor anker liggend op het water zie je ze steeds vaker. De houseboten. Zoals deze van Olaf Boots.
een aantal jaren terug was er eigenlijk in Houseboat nog een beetje een vreemde eend in de bijt. Want je zag ze wel in de havens, maar nog niet heel veel. En tegenwoordig zie je het veel vaker. Ik denk dat het te maken heeft met een stukje commercialisering van de jachthavens. Die zien natuurlijk wel steeds meer dat ze ook geld kunnen verdienen met de verblijfsrecreatie. Jachthavens die safari tenten neerzetten of lotjes. En ja, wij hebben dan natuurlijk de ideale combinatie dat we eigenlijk en een boot zijn en dat mensen langere tijd in een jachthaven kunnen verblijven. Juist het aspect dat het een boot is, dat is juist een heel belangrijk onderscheid, denk ik. Dus in de regelgeving ja, gelden voor ons eigenlijk geen andere regels dan er voor andere boten gelden. En dat betekent ook dat wij eigenlijk overal mogen komen waar een gewone boot ook mag komen. Ja, precies. En dat maakt eigenlijk dat het veel toegankelijker wordt voor mensen om de keuze ook voor een houseboot te maken. Ja, absoluut. Maar dat zie je natuurlijk ook in Nederland in de vergrijzing. En ja, die zoeken op een gegeven moment toch wat meer gemak. Ja. En die kunnen niet met al die trappetjes op en trappetjes af en een luikje door en over smalle boegen heen lopen. En hier hebben we natuurlijk heel veel ruimte en is alles vlak en is alles heel makkelijk toegankelijk. En het voordeel natuurlijk, omdat het een boot is, je kan losgooien, wegvaren naar een ander plekje toe. Absoluut. Ja. Dus je kan elke dag een andere plek zoeken, je kan naar een andere stad, een ander eiland, een ander strandje. En als je een keertje denkt, goh, hier is het leuk, blijf 3 dagen liggen, blijf je lekker liggen. We zijn helemaal zelfvoorzienend, we hebben zonnepanelen, we hebben een mooi accupakket, dus dat is allemaal geen enkel probleem. Ja, nou sowieso, de Hiswa is natuurlijk voor ons de ideale plek om te zijn en te staan. Daar zitten we meer in de doelgroep van de watersportliefhebbers. En wat ik merk, toch veel mensen vragen van ja, leuk zo'n boot, maar heb je ook lichtplaatsen waar ik hem kwijt kan? Nou, daar kunnen wij ook in voorzien in die lichtplaatsen. We hebben al diverse locaties in Nederland waar we deze boot kunnen plaatsen. En ja, ook heel veel mensen vragen natuurlijk wat de kosten zijn en wat de boot kost en wat er dan allemaal precies op en aan zit. Goed om te horen dat jullie inderdaad een voorziening hebben waar je de boot al neer kunt leggen. Ja, dat is ook eigenlijk wat wij helemaal ontzorgen. Dus het is een boot kopen, wij zorgen voor de plek, wij zorgen voor de verhuur. We zorgen voor het beheer, voor het management van de boot. Dus de mensen hoeven daar verder ook helemaal niet naar om te kijken. Mooie, deze beelden van de powerboats van Delta. De 33 en 26. En de zeiljachten van Arkona. De 385, de 435 en de 50. Ze liggen hier naast elkaar op de stand van VMG uit Enkhuizen. Tim, we staan nu op de Arkona 50. Bijzondere boot. Maar Arkona behoeft toch eigenlijk geen uitleg meer? Arkona heeft in Nederland natuurlijk geen honderden boten verkocht. En dat er toch wel mensen zijn die verrast zijn om dit te zien. En Zeeuws product natuurlijk, kwaliteitsjacht. Jeppesen heeft deze boot nu ontworpen, zat bij Ixiaans. Dat is ook veel mensen nog niet bekend. Maar het zit natuurlijk wel in dat segment. De zeileigenschappen van Arkona hebben altijd prioriteit nummer 1 gehad. En vlak daarachteraan de mate van afwerking, de sterkte van de constructie, noem allemaal maar op. Maar het is wel een boot die onder de echte zeilers veel bekendheid geniet. Dit is natuurlijk super bekend in Zweden en daarbuiten. Mm-hmm. In Zweden heel bekend in de powerboat. Ja. Dat is Delta. Ja, en klopt. Die is in Nederland nog wat minder bekend. Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, zullen we daar eens gaan kijken? Ja. Gaan we dat doen? Zeker. Voor ons was een hele belangrijke overweging om te zeggen, zijn dit boten waarvan wij ons kunnen voorstellen dat zeilers en ex-zeilers ook zeggen, hier kan ik me in vinden. Anders had het voor ons niet echt logisch geweest om het erbij te nemen. Verder kun je over de Delta's vertellen dat performance echt belangrijk is. Deze boot heeft een motor met een V8 met 380 pk, gaat 50 knopen plus. 50 knopen, ja. Ja, dat is niet niks hoor, dat is hard. Dus dit noemen we onze pocket rocket. En deze, de 33, die heeft een D6 440 pk erin, die gaat 40 knopen plus. Maar je kan hem ook uitvoeren met 2 motoren, vinden ze vooral ook in Zweden fijn of zeegaand. En er zitten 2 keer 320 pk D4 in. En wat je eerder al zei, Delta is nog niet zo bekend in Nederland. Maar daar zijn we hard aan de weg aan het timmeren. Ze gaan niet alleen maar hard, want dat kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Maar het zijn boten die veilig zijn in hun vaargedrag. Dat heeft heel veel te maken met het feit dat ze allemaal double-stepped hulls hebben. Je kunt dat hier zien. Ja. En dat geeft vreselijk veel grip. Je moet ook echt oppassen als je deze boot haaks gooit, zet je schrap, want hij pakt echt in het water. Ja. Delta kent ook grotere modellen, hè? Want dit is 26 is de kleinste maat. En uiteindelijk gaat hij met een aantal stappen, dus 33, nog wat groter en gaat uiteindelijk naar 88. En wat verder wel aardig is om te melden is dat de 48, de 60 en de 88 worden volledig in carbon gebouwd. Ja. Vrij uniek, dat soort schepen. Ja, fantastisch. Ja. En daarmee gigantische gewichtsbesparing. Ja, en daardoor performance. Ja. Want ook die 88 gaat gewoon over de 30 knopen. Ja. Hey Tim, nou zijn we begonnen met hele mooie beelden. Is het een idee als we daar ook nog even naar gaan kijken? Nou, leuk. We gaan geen genoeg van krijgen natuurlijk. Ja, precies. We blijven kijken. Ja.
Stel dat ik nou mijn droomboot vind. En dan wil ik natuurlijk zeker weten dat ik ook gewoon zorgvrij kan varen. En dat het goed verzekerd is. Dat ik weet dat als er iets gebeurt, dat dat goed gedekt is. Mijnbootverzekeringen.nl of mijnbootverzekeren.nl, dat is een product van Kuindersma Verzekeringen. De kleine lettertjes, daar zit niemand op te wachten. Dus we hebben het heel eenvoudig gemaakt. Op onze website worden een paar vragen gesteld. En binnen 1 minuut heb je een offerte. En de verzekeringsdekking altijd WA plus casco, all risk, altijd inclusief ongevallen opvarende, altijd inclusief inboedel. Dus lekker gemakkelijk. Je ziet ook wel dat de mensen al een boot hebben gekocht en dat dan nog een premie of een verzekering moet worden afgesloten. Hoeft geen probleem te zijn. Via mijnbootverzekeren.nl heb je binnen 1 minuut een offerte. Als je denkt van hey, dit is wel interessant, dan kun je ook direct afsluiten en heb je binnen 5 minuten je verzekering afgesloten. Ja. Daarnaast hebben we met verzekeraars afspraken gemaakt. Dus we brengen veel verzekeringen bij 1 verzekeraar onder. En daardoor kunnen we hele goede premies bieden met nog betere verzekeringsdekkingen. Ja. Ja. Wat doe ik nou als mijn verzekering bij een ander afgesloten is? Dat hoeft geen probleem te zijn. Je kunt bij de meeste verzekeraars via de mail de verzekering opzeggen. Moet je wel even rekening houden met een opzegtermijn. Dat is meestal een maand. En daarna kun je via mijnbootverzekeren.nl de premie berekenen, de verzekering aanvragen en heb je binnen 5 minuten je dekkingsbevestiging. Ik denk dat ik eigenlijk mijn denkproces over het soort boot, dat ik me daar maar op moet gaan richten. Want volgens mij is die verzekering, dat is redelijk makkelijk geregeld. Die verzekering is bij mijnbootverzekeringen.nl of bij mijnbootverzekeren.nl heel snel geregeld. Dus jij kunt je droomboot uitzoeken. Belmarine is een toonaangevende fabrikant van elektrische en hybride aandrijfsystemen. Nou, Belmarine is eigenlijk een jaar of 20 op de Nederlandse markt bekend. We zijn een fabrikant. We ontwikkelen zelf de elektrische aandrijflijnen. De fabriek staat in Italië. En dat brengen we op de markt in samenwerking met dealers, partnerdealers en werven. Maurice, daar staan we op de beurs. Ja. Heerswaterwater, Bataviahaven en Lelystad. Wat zijn nou een beetje de belangrijkste vragen die de mensen stellen? Wat kost het elektrificeren van mijn boot? Ja, dat is vraag 1. Dat is vraag 1. Wat kost het? Hoe lang kan ik varen? Ja. Wat is mijn actieradius? En hoe lang moet ik laden? Ja, duidelijke informatiebehoefte vragen. Wat hebben we dan voor antwoorden daarop? Specifiek voor dit vaartuig, er zit een 20 kilowatt lithium accupak in. Met 12 volwassenen kan je probleemloos tussen de 8 en de 10 uur varen. En met een accupack van 20 kilowatt, wat heb ik dan aan laadtijd? Nou, afhankelijk van als je 16 ampère walstroom hebt, dan zou je in principe met 5 uur laadtijd voldoende moeten hebben om de volgende dag weer verder te varen. Ja. En Maurice, dan hebben we nog 1 antwoord niet gehoord op 1 van de 3 vragen. Ja. Wat kost het? Afhankelijk van het wensenpakket van de booteigenaar, het vaargebied, is het gewoon het beste antwoord om te zeggen. We leveren een maatwerkadvies met een berekening en dan volgt er een offerte. Ja, dus afhankelijk van letterlijk de situatie op de boot, ook de inbouw, de uitbouw, wat er moet gebeuren. Exact. En daar wordt een berekening op gemaakt. En wat natuurlijk ook voorkomt, is dat mensen zelf engineer zijn, alleen de hardware bestellen, maar zelf installeren. Ja. En dat bepaalt ook, dat drukt ook natuurlijk de prijs. Ja, dan heb je een heel ander kostenplaatje. Ja. Exact dat. Ja. En dat brengt het ook weer dichter bij de mogelijkheden. Ja. En de ervaring voor inbouw, ombouw, herbouw, die is in het dealernetwerk alom aanwezig. Ja, en je moet gewoon als fabrikant ook je dealers blijven voeden met nieuwe technologie en informatieoverdracht. Ik zie hier Elco. Ja. Dit lijkt een gewone outboard. Is het ook. Nou ja, dat voeren we sinds dit jaar nieuw in ons assortiment. We zijn distributeur voor Europa. Maar ik zeg outboard, dan denk ik en wellicht anderen... Een verbrandingsmotor. Verbrandingsmotor. Zo ziet die er ook uit. Maar dat is het niet. Als je een robuuste werkboot kiest, dan is een futuristisch ontwerp qua elektromotor soms niet helemaal passend. Ja, en met dit ontwerp en techniek spelen we daarop in en weten we dat ervoor komen. Dit was het einde van deel 2 van de Watersport TV special van de Heerswaterwater.